Hallo allemaal. Vandaag is de dag van de rits. Dus laten we een rits gaan tekenen. En dat is misschien moeilijker dan je denkt. Of eigenlijk is het ook misschien wel weer makkelijk. Het ligt eraan hoe je hem tekent. Dus laten we gewoon een rits gaan tekenen. Doe je mee? Goed, een rits. Ja, hoe ziet een rits eruit? We kunnen natuurlijk voor de makkelijke manier gaan, of de moeilijke manier. De makkelijke manier is gewoon, tekenen zo. En zo'n rits dingetje. En we trekken gewoon een lijn. En nog een lijn. En dus trekken we ook nog een lijn, zo. En dan, hop. Nou, dan heb je duidelijk een rits uitgebeeld. Hè? Je zou hier nog een naadje zo kunnen zetten. Hè, waarmee die rits is vastgestikt. Zo. Maar, zo ziet een rits er eigenlijk niet uit. Laten we hem nog eens een keer tekenen. En laten we dan eens goed op letten van hoe ziet zo'n rits er nou eigenlijk uit. Want je kan hier wel twee lijntjes zetten, maar dat is het eigenlijk niet. Een rits bestaat uit schakeltjes die in elkaar zitten. En die zitten zo in elkaar. Kijk, je bent wel even bezig natuurlijk. En dan kan je ook natuurlijk nog een naadje zo naast zetten, maar hier kan je wel duidelijk zien van, hé, dat is een rits die dicht zit. En dan moet je ook nog, de kunst is hier natuurlijk ook nog eventjes om ze allemaal gelijk te houden. Nou, hier weer dat lipje om hem omhoog te trekken, de rits, of naar beneden. Maar net of je hem open of dicht wil hebben. En hier zijn het natuurlijk nog steeds die blokjes. Die we straks natuurlijk eigenlijk ook al hadden getekend. Ja, en je kan hier nog uitgebreider gaan en je kan hem ook nog zo een vormpje meegeven, maar ja, dat kan, maar dat hoeft natuurlijk niet. Het is zo ook wel duidelijk. Nou ja, die eerste was eigenlijk ook wel duidelijker dat het een rits was. En dit is hem net wat perfecter, zeg maar. Goed, ga lekker aan de slag, ga een rits tekenen. Je hebt vast thuis wel iets met een rits liggen, teken dan na. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!